Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Vrachtwagenchauffeur Vincent. We gaan dit keer de weg op en we gaan niet zomaar iets doen, we gaan vrij rijden. En waar we naartoe gaan, dat zie je na de intro. Woo! Let's go! Vroom vroom! In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben nu adviseur. Nou, dames en heren, dit is mijn mooie wagen. We scheuren door het land. En we gaan eens even kijken. We moeten even een betere... Hoe deed je dat ook weer? We gaan vrij rijden door het land toe. En waar gaan we naar heen? Waar gaan we heen? We gaan naar een plaats toe. En dat is Parijs. Holy crap, schade. Waarom parkeer je dan ook je zooi daar? We gaan eens kijken. We gaan namelijk de bordjes volgen. Ik wil richting Parijs gaan. En waarom? Omdat ik een keer in comments zag dat mensen willen weten of Disneyland Parijs in Eurotruck Simulator zit. Dus ik wou dat een keer gaan uitzoeken. En terwijl we dat gaan doen, gaan we ook wat meer land verkennen. Zitten wij in Engeland? We zitten in Engeland en we moeten helemaal naar Frankrijk. Dit is echt weer 10 keer shit. Dit is echt shit. Fijn is dat we zeg maar geen vracht dragen nu. Dus dan kunnen we wel een beetje een tempo maken, zeg maar. Want ja, we weten als we een vracht hebben, dan moeten we gewoon wat meer uitkijken. En dat is ook gewoon sowieso op de weg, maar dan zeg maar een soort van, ja, anders. Je hebt een werving- en selectiebureau ontdekt. Hier kun je chauffeurs inhuren die voor je kunnen werken. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar ik heb een eigen bedrijf. En ik heb 2 mensen in dienst. En ik heb nog nooit een rode... Ik heb nog geen 1 cent gezien... van, zeg maar, het geld wat wordt verdiend met het bedrijf. Zo, dit gaat misschien makkelijker met groen. Dan zien we ook wanneer die op groen staat. Ja, kom maar op. Ik wil wel eens kijken wat daar voor... Daar staat een bedrijf, zie ik. En dat bedrijf, dat wil ik eens kijken, want dat moeten we nog ontdekken. Ja, het is groen. Let's go. Het zou wel ontzettend gaaf zijn als ik trouwens... Als er zoiets komt, zoals deze game. Waarom ga je remmen? Het is groen! Als er een keer zo'n game is... Dat je echt een auto bent in plaats van een vrachtwagen. Dat zou toch gaaf zijn? Maar dan snap ik sowieso het nut niet van het spel, weet je. Want als autochauffeur heb je niet echt een doel. Ja, misschien een taxi. Misschien dat wel in je idee, weet je wel. Dat je een taxichauffeur bent. Dat zou nuttig zijn voor inderdaad voor... Ja... Maar niet gewoon random rijden natuurlijk, dat is logisch. Nou, hier rechts is een soort van dealer. Ik wil even kijken. Het heet 3AT. En oké, nou dat hebben we ontdekt. Ik zie ook allemaal houtsnippers hier op de grond. Houten panelen. Ik denk ook dat we gewoon hout moeten vervoeren als we hier een opdracht moeten doen. En daar heb ik niet zo zin in. Dus we gaan eigenlijk gewoon weer de snelweg op. Hoppakee. Oh jee. Ik ga niet bumper kleven, maar die roze rijdt gewoon niet door. Serieus? Oh, kom, rijd door! Ga niet op je remmen staan, ik zweer het. Waarom doe je dit? Ja, en nu gaat er ook nog eentje achter me staan. Oh, een bus natuurlijk, de touringbus. Sorry Benson, we hebben een probleempje. Er was een vrachtwagen en ik reed daar tegenaan. Hè? Ik reed er tegenaan. We mogen hier 48 km per uur. 64, 48, het verspringt het bordje. Mensen zeggen, Vincent, je moet kijken op het bordje. En op je teller, er staat aangegeven hoe hard je daar mag rijden. Nou, daar klopt geen fuck van. Het sprong net al over. Dit is serieus, dit is best wel pittig. Dit wordt denk ik wel de moeilijkste missie ooit. Aangezien we in Engeland zitten, weet ik niet hoe je zo snel mogelijk in Frankrijk moet komen. En moeten we waarschijnlijk wel eventjes wachten met een aflevering. Maar kunnen we wel even kijken waar we nog moeten rijden. Ik ga de map er toch bij pakken, want ja... We worden niet wijzer. Schade? Wat rij ik aan dan? Jesus. Wat? Oké, de map laat. Zullen wij een andere weg nemen? Kunnen we die gewoon teleporteren? Het zou zo fijn zijn. Ja, we kunnen hier de snelweg. De volgende moeten naar rechts. En dan moeten we weer naar rechts. En dan gaan we die weg langs de N1. Gaan we richting Londen. We kunnen wel even via Londen rijden. Dat is misschien wel leuk. Daar ben ik nog nooit geweest. En Londen is wel leuk om een keer te ontdekken, denk ik, toch? Op naar Londen. Motor defect. Mijn motor defect. Ik, echt waar. Ik ben net de weg op. En nou een wachter roepen.
Nou, daar gaan we, goeie geld. Tjonge, jonge, jonge. Nou, upgrade winkel. Moeten we hem upgraden trouwens? Kunnen we hem upgraden? Ik heb nog maar 212.000 euro. Dat is echt niet veel. Ik maak gewoon geen geld meer haast. Verschrikkelijk dit. Waar kan ik hem repareren dan? Niet hier. Servers. Repareer. Nou, nu staan we al in de 193.000. Het gaat lekker. Kost gewoon 20.000 met repareren. Dat is gewoon niet leuk meer. En waar zitten we nu in godsnaam? Bij Birmingham. Oh, moeten we weer dat hele pokkend. Vincent, je zit in Engeland. Hou dat gewoon vast, dat gevoel. Dat je gewoon links moet rijden. En dat je moet uitkijken voor het verkeer. Dus wat je dus niet moet doen, is daar naar rechts gaan. Want dan ga je dus tegen het verkeer in. Joh. En het is groen, dus wij kunnen lekker. Waarom rijdt die Oen dan wel daar? Nou, dat zal wel goed zijn. Zo, we nemen de brede bocht. En dan gaan we hier lekker naar links. Het is groen, zomaar. Wonderbaarlijk. Maak er een foto van. Maar ja, we nemen nu al op. Dus dat is misschien beter dan een foto. We moeten ons weer aan de snelheid houden. Want anders krijgen we weer een boete. We rijden weer in de woonwijk. Dus we mogen weer helemaal niks. We mogen 30 kilometer. Ik ga alweer 70. Ik denk dat een schildpad nog sneller gaat hier op die snelweg. Jesus. Waar moeten we heen? Londen. Dan moeten we wel via de onderkant. We moeten hier naar beneden. Anders gaan we het niet redden. Nou, want als we naar boven gaan, dan gaan we dus richting het noorden van Engeland. En dat moeten we niet. We moeten richting het zuiden. Dus dan moeten we hier naar beneden toe. Oftewel naar rechts. En ik hoop als we op de snelweg zitten dat we dan gewoon 100 km per uur kunnen gaan. Want dan kunnen we gewoon een beetje tempootje maken. Liverpool. Oké, hier gaan we de snelweg op. Hoop ik. Een bochtje. Scherp bochtje. Zo. En als het goed is, nu we op de snelweg zijn, kunnen we wat harder, hoop ik. 97 keer. Wat is dat nou voor snelheid? 97 km per uur. Dan maak er dan gewoon een standaard getal 100 van, weet je wel. Ga niet ineens met kleine rare getallen werken. Maar goed, ik vertrouw. Ik ga het hard, klopt. Ik vertrouw op dat 97 wat er staat, wat jullie hebben gezegd in de comments. Ik vertrouw erop. 97, hou ik me aan. Waar moeten we heen? Hier naar beneden. Dus we gaan blijven hier op deze baan. Het gaat helemaal goed komen. Ik merk het. Maar ja, ik ga nu 110 en ik krijg nog geen boete. Maar er was dus ook iets dat je een melding krijgt wanneer er dus een... wanneer je dus gefotografeerd kan worden. Dat ging ergens in beeld staan. Ik weet niet hoe, of dat een mod is of zo. Maar ik kon het ergens lezen dat ik zeg maar geflitst kan worden. Nou, blijkbaar dus gebeurt er helemaal niks. En dat is mooi. We gaan 120 km per uur. Mijn vrachtwagen kan echt snel. Echt waar, jullie denken van nou dat ding gaat echt niet snel. Maar zonder vracht kan ik echt... Nou, ik ga naar bijna 130 km per uur. Dat is wel echt heel snel. En ik weet ook niet waar ik kan geflitst worden. Dat is echt een probleem nu. Maar nu moeten we echt wel een beetje aan de snelheid houden. Want mogen hier maar 80. Oh, wat gaat iedereen langzaam. Ik ga naar de rechterbaan. Dat is namelijk veel beter. Ik ga achter die vent zitten hoor. Met zijn... Wat heeft hij allemaal in zijn auto? Buisjes en zo. Ik ga niet achter hem zitten. Ben je gek? En ik ga ook niet achter die man zitten met die boomstammen, want dat vind ik helemaal eng. Verschrikkelijk vind ik dat. Volgens mij moeten we hier naar... Even kijken, als we op de map kijken. Gaan we hier naar onder toe? Ja, dan gaan we naar Londen toe. Dus we gaan hier zo snel mogelijk naar de rechterkant als het kan. Of links natuurlijk. Ik weet het niet. Hoe zit dat? Hoe zit dit? Ik ga nou verkeerd, zeg maar. Hoe zit dit in elkaar? Ja, ik ga nu verkeerd. Wacht. Dat kan je toch niet maken, Vince? We doen het gewoon op de snelweg. Maak het uit. We hebben een beetje gek doen, joh. Maar af en toe wel eens, joh. Helemaal niet. Het is allemaal geen punt, joh. Hier losse handen. Ook gek. Doen we ook gewoon. Hey, jongens, wat een gedoe hier op de weg. Het is zo lekker rustig en soms is het gewoon keidruk.
En nog nooit een file gezien, nog nooit. Voor mij heeft de gamer niet eens in de game zitten. Londen, het staat zelfs aangegeven dat we op deze strook moeten blijven. En ik heb nog steeds, we gaan best wel hard op de snelweg. We mogen 97 en ik ga 120. En ik heb nog steeds geen snelheidsboete gehad. Dus dat vind ik alleen maar fijn. Dus ik ga gewoon even dat keiharde gas ingedrukt houden. Het lijkt naar Duitsland dat je hier onbeperkt mag rijden. Onbeperkt hard. Nou, ik vind het alleen maar goed. 140 km per uur ga ik nu gewoon, hè. 142. Kijk wat dit ding kan halen, joh. 143 km per uur. En we mogen nou echt geen scherpe bocht nemen. Want als we dat doen, dan zijn we de lul. Ik ga naar de rechterkant. Gaat hij harder dan 143 km per uur? Ik ben heel benieuwd. Kom op. Kom op, hij kan harder. Ik voel het. Hij kan harder. Nu mag hij maar 50. Oh. Ik hou me snel in de regels, hoor. Want echt waar. 50. Ik heb nog steeds geen snelheid. 144 gingen we bijna. Ongelooflijk. Dat is wel een recordje, hoor, voor mij. Wauw. Dat is wel een leuke omgeving. Hier ben ik nog nooit geweest. Weet je, farm, boerderij. Zo, een mooi bochtje maken we. En een mooie heuvel hier links. Misschien ligt hier links ook wel een plaats. Dat het zo is afgeschermd. En ik ga gewoon hard en dan krijg je snelheidsboete. Ik vind het alleen maar fijn. Meestal dan, als ik er één keer het gas ingedrukt hou, krijg ik altijd een boete. Dat weten jullie. Elke video krijg ik een boete. Ik heb er al één gehad over schadeboete, maar nog geen snelheidsovertreding. We gaan nou de berg af. Dat betekent dat we nog harder kunnen gaan dan net. Gaat het nog lukken? 140 rijden we. Ik schrok, sorry. 142, nee. We gaan de berg op. Nee, dan gaat de snelheid afnemen. Klopt, helaas. Maar wel een lekker tempootje. Zo komen we snel in Londen. En dan kunnen we snel kijken wat dat voor een mooie stad is. Of het een beetje mooi is gemaakt. Door Londen moet wel mooi zijn gemaakt. Dat moet wel, denk ik. Het gaat goed, het gaat lekker. En ook helemaal heerlijk zo'n tempootje. Heerlijk, zo kom ik snel. Ja, zo kom ik er wel. Weet je wel? En volgens mij zijn we bijna in Londen. Even kijken op de M. We gaan dadelijk naar links. Ik volg gewoon de bordjes. Even kijken. Londen, linkerbaan. Nou, dan blijven we op de linkerbaan. Ja, Londen. Gaan de goede kant op. Dat is wel fijn dat je gewoon de borden moet lezen, dan weet je waar je naartoe moet. Moet hier dus de weg af. En ik moet een beetje bijremmen. Ik ga een heuvel op, dus ik wil eigenlijk niet remmen. Ja. Kijk, dit is een mooi bochtje. Als het goed is, als wij de bordjes volgen, dan komen we er. Zo. Kijk, we moeten toch links aanhouden. Ja, we gaan links aanhouden. Oké, ik hou me gewoon aan de regels. Ik ga gewoon achter die man even bumper kleven. Die Fransman. Oh. Zag ik daar nou serieus een kermisauto? Of een vrachtwagen? Kermisvrachtwagen? Ik weet het niet. En was hij naar beneden aan het gaan? Het ging een beetje heel snel. Het zou wel vet zijn als er ook echt kermisvrachtwagens hier waren. In het spel. Maar hij ging die kant op in ieder geval, waar ik nu ook heen ga. Nee, ik heb dan nooit een vrouw gezien met... Maar misschien dat er updates komen, want het spel wordt er wel af en toe geüpdate. Dus misschien dat het wel... Dat het wel in het spel zit, misschien. Ik zie sowieso niet heel veel verschillende vrachtwagens. Ik haal deze even in. Meneer de boomstronk. En dan zijn we aan de rechterkant. Rechts ligt Londen. Hier over de heuvel heen. Dus dat is wel grappig. Ik ben ook benieuwd of het heel druk is. Want in Londen blijkt het... Ja, in het echte leven is het gewoon kei druk daar. En ik ben benieuwd of hoe ze dat hebben nagebootst in Euro Truck Simulator. Je mag hier maar 30, Vince. Waarom ga je dan met 110 door de bocht? We gaan maar even een beetje remmen. Oh, ik denk dat deze auto vrachtwagen was die je voor me ziet. Dat het geen vrachtwagen was, maar hij had een soort van kleurtjes. Dus ik dacht van, misschien is het wel iets in die trend. Oh, wauw. Kijk nou. Ja, dit is wel even leuk, joh. Londen hebben we ontdekt. En het ziet er al heel leuk uit met die grote gebouwen. En ik hoop ook dat je van die ouderwetse rode bussen ziet. Dat zou nog leuker zijn. We rijden nu door het hartje van Londen. En het is ook best een hele grote stad, zie ik ook, als ik op de mapkaart kijk. Ik volg die vrachtwagen maar gewoon en de eerstvolgende gaan we naar rechts, maar dat duurt te lang. Dus wij nemen even een shortcut. Dat is een onzichtbare shortcut, daar weten heel weinig mensen van dat die bestaat. En hier rechts hebben wij een bedrijf. Gaan we even kijken, we loeren, wat hebben ze hier allemaal voor spulletjes. Kijken of deze naar Frankrijk gaat toevallig. Ja, wat gaat... 4 vrachtjes.
En deze gaat naar Oostenrijk, daar hebben we niks aan. Deze gaat naar Duitsland, deze gaat naar boven Duitsland en deze gaat zelfs naar Tsjechië. Nou, dat betekent dus dat die geen levering doet naar Frankrijk. Dat is wel heel erg jammer. Een beetje racistisch mag ik het misschien noemen. Ik bedoel, kom op. Ik weet dat Engeland geen... Niet, ja, ik weet niet dat ze niet echt ruzie met elkaar hebben, de twee landen. Maar kom op. Laat een vrachtje naar Frankrijk gaan, weet je. Het weet niet zo kippig. Maar er zijn nog meer bedrijfjes hier in Londen. En het volgende bedrijfje waar we naartoe gaan is na deze... Hier links, hier naar links. Kijk, we gaan eens even kijken wat hebben ze hier allemaal. Het is een soort van constructiebedrijf, zie ik. Ze zijn bezig aan een nieuwe plek hier. En wat hebben ze hier? Ze hebben hier een driller. Die moet naar Tsjechië. Deze gaat helemaal naar Polen. Dat duurt heel lang. En deze gaat naar Zwitserland. Dan komen we wel door Frankrijk. Dat is wel een lastige keuze dit. Ik denk niet dat we dat moeten doen. Alhoewel, als we in Zwitserland zitten, kunnen we wel heel makkelijk naar Frankrijk toe. We gaan wel door Frankrijk. Maar of we echt dicht in de buurt komen van... hetgene wat we zoeken, dat weet ik niet. Ik ga hem wel aannemen, deze opdracht. We gaan gewoon naar Zwitserland. De trailer staat geparkeerd. De groene pijl. Ik ga gewoon die opdracht doen, mensen. De trailer is gereed. Mooi. Gaan we even de... kijken of we goed... de... Zo. En we hebben de lading. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Het is al een hele grote lading wat we hebben, joh. Ik zie jullie dadelijk op de boot. Gaan we even naar de boot toe. En dit was alweer de aflevering voor deze keer van Vrachtwagenchauffeur Vincent. Vergeet vooral niet te liken en in het midden van het scherm kan je abonneren. En dan zie ik je volgende keer terug met, dan gaan we verder met de boot eigenlijk, naar een nieuw stukje plek in de map. Doei doei!